Na het eerste bezoek van Mark Rutte aan de studio van Vandaag een Site, ontstond er een ware ruzie achter de schermen van Vandaag een Site. René van der Gijp was woest om de manier waarop Johan Derksen de minister-president benaderde. Jij wil hem de volgende keer hetzelfde behandelen als verleden keer? Dan blijf ik thuis, brieste hij. En nu blijken Johan en René het weer oneens te zijn over hun bijzondere studiogast. Rutte zat maandag voor de tweede keer aan tafel en dat leidde tot een verschrikkelijk saaie uitzending. Wat is er misgegaan? De hele opzet, aldus René. De bedoeling was namelijk om er meer een reguliere VI van te maken, vertelt hij in de uitzending van gisteren. Ik werd 's ochtends twee keer gebeld door de redactie. En ook nog toen ik hier aankwam, was het toch het idee om meer ons eigen formatje te doen. René stelt dat het de bedoeling was om het bijvoorbeeld over voetbal te hebben. Om ook gewoon eens over te stappen naar Ajax, PSV en Manchester United. Kijk, dan heb je een beetje afwisseling. Daar zit het bij ons wel in natuurlijk. Zelfs de Gijs Groenteboer rel zou aan bod komen. Weet je, kijk, hij had zelfs naar die Van Roosmalen uitzending gekeken, hij had Ajax met Van der Sar even doorgenomen. Wilfred Gené beaamt, hij was helemaal voorbereid, hè? René vindt het een gemiste kans. Hij had Van Nistelrooy doorgenomen. Hij wilde daarover praten hier met ons. Echt waar. Dat wilde hij ook, maar dat liep anders. Hij zegt tegen mij, gaan we het nog over die vrijdagavond, de groenteboerrel, red, hebben? Ik zei, als jij het opgooit, dan gaan we het erover hebben. Het plan werd echter opgeblazen door Johan, stelt René. Daar was Rutte wel op uit, om een normale uitzending te maken, alleen zegt Johan dan weer, ja, dat kan niet, want dan ga je het niet over asiel, Groningen en stikstof hebben. Dat is ook een beetje gek, maar dat wilde hij wel. Daar was hij op voorbereid. Johan vindt dat je met Rutte vooral over serieuze onderwerpen moet praten. Daar had hij over mee kunnen praten, maar we krijgen niet zo vaak de kans om hem bepaalde dingen te vragen en voor de voeten te gooien. Dat hij er dan bijzonder handig in is om het te ontwijken. Wilfred zit op één lijn met René. Ik bedoel, we kunnen beter, als hij ooit nog een keer komt, lekker gewoon een beetje over Slot gaan praten en over Peter Gillis die weer een nieuwe liefde heeft. Johan wil dat niet, als je hem hebt, dan vind ik toch dat je hem met de feiten moet confronteren. Dan kun je niet over koetjes en kalfjes praten. Pensaba en tu traición, cómo fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero ¿qué voy a hacer si el destino es así? Te burlaste de mí y de todo mi